Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, ja, dan worden er vaak sprookjes voorgelezen als je gaat slapen. Maar dan word je ouder en dan stopt dat vanzelf. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes voor volwassenen. We zitten hier vandaag in de prachtige Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen met ons live publiek. Jawel. En ik heb naast mij een onwaarschijnlijk graven met cabaretière Els de Schepper. Goedenavond. En we hebben een hele simpele titel van ons publiek gekregen. Er was eens een verstrooide leeuw. Zo simpel is het. We gaan ermee aan de slag en we hopen dat het een heel leuk sprookje wordt. Er was eens een verstrooide leeuw. Die per ongeluk in de erfgoedbibliotheek terecht was gekomen. Doordat... hij de weg was kwijtgeraakt naar de dierentuin. Ja. Elke dag mocht hij van de dierentuin een wandelingetje doen. Omdat het was een oude leeuw. Hij had geen klauwen meer, hij had geen tanden meer. En hij kwam altijd wel terug. Ja, want de Antwerpenaren kenden hem ook. Ze vonden hem een fantastische, lieve, zachte leeuw. De Louis. En als de Louis op straat passeerde... hier is hem, de Louis. Ooit had Louis nog symbool gestaan voor een vlag. Maar nu... met zijn rode tong. Maar ja, tegenwoordig met de zwarte tongetjes en zo. Maar ja, hij was zijn rode tong kwijtgeraakt. Vandaar die zwarte tong. Ah ja, natuurlijk. En dat was heel spijtig, want de Louis was uiteindelijk was heel ziek geweest. Vandaar dat hem geen bloed meer in zijn tong had. En vandaar dat die tong zwart was geworden. Ja, en de Antwerpenaren vonden dat niet altijd even plezant. Nee. Nu, de leeuw was beginnen wandelen en op een dag hij was zo verstrooid dat hij de weg dus niet terugvond en in de bibliotheek terechtkwam. En daar schrok hem, want hij zag allemaal dingen die hem niet kende. En hij dacht, wat is er met mij aan de hand? Ik moet weten wat er met mij is. En hij ging naar de eerste persoon dat hem tegenkwam en hij vroeg in vloeiend plat Antwerps dat hem ondertussen had geleerd in een dierentuin van de staf, wat zijn verzorger was, vroeg hem, hey gast, kom eens hier. Waar zink ik? Ja, ik versta niet waar dat ik ben. Ah ja, nee, ik moet nu die andere spelen. Ja, natuurlijk. Kan. Ja, dat kan. Ja. En er was iemand die daar stond. Een bibliothecaris die opkeek vanuit zijn boeken en die zei... je zit in de bibliotheek. Hey, maar sst, stilletjes. Jij zit helemaal fout. Want ik heb hier keiveel boeken over dieren. En hij pakte een boek over dieren en hij zei... Leo, jij komt uit Afrika. En jij moet terug naar Afrika. Amai, zei die Leo. Ik was dat helemaal vergeten dat ik uit Afrika kwam. En de Louis, de leeuw, vroeg... gaat er een trein naartoe? En dan, omdat elk boek dat ooit verschenen is in de bibliotheek te vinden is, was er ook het boekje met treinuren. Nou ja. Was daar ook te vinden. Dus die bibliothecaris pakt een boek met trein. Ja, die zegt, ja, er is een trein die vertrekt hier in Antwerpen Centraal. Je pakt je tot voorbij Kontig, daar stapte over tot in Brussel. In Brussel pakte de volgende trein. Die gaat dan richting Frankrijk. Dan moet je dan op de TGV stappen. Dan gaat er een TGV tot in Spanje. Dat is een ander spoor, pas op. Dat zijn smallere sporen. Moet je weer. En dan gaat er tot Zuid-Spanje. Ja. Daar gaat hem, daar moet hem het nog eens vragen. Ja, ja, want daar moeten blijkbaar een boot daar pakken. Het nog eens vragen. Maar de uren van de boot is toch niet in deze boekje. Nee. Maar, zei die bibliothecaris, je moet wel een beetje de taal spreken. Want je roept nogal luid, hè, de leeuw. Dus pak hier deze boekje alvast mee om zo wat woordjes te leren. En hij kreeg een boek mee, de Nassie Mil, voor... seksverslaafden. Voor seksverslaafden. Spaans, Frans. Dus die leeuw wist vanaf na kan ik seksen in het Spaans en in het Frans. Ja. Hoe goed wordt dit? Dat wordt de reis van mijn leven, dacht hem. En die begint te reizen en al snel zat hij in Frankrijk. Ja, en kwam hem een schoon vrouwke tegen. En in zijn beste Frans... Een Parisienneke. Zei hem... In zijn beste Frans zei hem... Wie alors... Est-ce qu'on va
Foutre un petit peu, ensemble. En ja, die Parisien die viel direct voor die leeuw. En die leeuw had de nacht van zijn leven. En de leeuw reisde voor tot in Spanje. En daar vroeg hem... Hola. Señorita. Como está? En dat was genoeg voor elke Spaanse in zijn bed te krijgen. Como estás? En uit de nacht van zijn leven. En hij reisde verder tot helemaal in Zuid-Spanje. En daar stopte de trein. En zijn reputatie was hem vooruit gegaan. Iedereen wist, de poepende leeuw van Antwerpen is onderweg. In Afrika stonden ze aan de andere kant van de straat van Gibraltar te roepen en te zwaaien naar hem. Kom naar ons. Wij komen normaal naar alle. Maar kom deze keer naar ons. En de leeuw pakte aan boord. Op die aan boord deed er nog een paar vrouwtjes. En uiteindelijk kwam hem in Afrika aan. Ja. En daar... begon hem zijn genen te verspreiden. Ja. Ze ontvingen hem daar met alle regards. Open armen in benen. Ja. Oh my god. En zo... Dat zeiden er veel, ja. Trouwens. Oh my god. Maar dan in het Afrikaans. En zo gebeurde dus dat heel Afrika opnieuw werd bevolkt. Maar deze keer met halve Antwerpse genen. Ja, dat waren allemaal leeuwen en leeuwinnetjes die voor een noekaf was. Waar dat hun roots in Afrika lagen. Ja. Wat is nu de moraal van deze verhaal? Dat als je een buitenlander ziet met een dikke nek, dat dan waarschijnlijk de zoon is van de leeuw van Antwerpen. Slap wel. Heerlijk.